Yo, kijkers van TwoGamingNL, mijn naam is Koen en ken jij toevallig dit plaatje? Als dat zo is, dan ben je volgens mij echt heel erg actief bezig met het kijken naar YouTube-video's. Of je hebt deze serie ooit eens een keertje gezien, jammer genoeg. En als dit niet zo is, dan leer je het vandaag kennen. Mijn naam is Koen en vandaag gaan wij het hebben over Ren en Stimpy. Voor de mensen die niet weten wie de hel Ren en Stimpy is, dan leef je of onder een steen of je kent nog niet zo heel erg lang televisie. Nou, ik ga het daar vandaag eens een beetje over hebben. Ren en Stimpy. Ren en Stimpy zijn twee cartoon helden. Het zijn twee karakters die allerlei hele gekke avonturen beleven. En als je het mij vraagt, dan zijn deze twee echt twee van de beste cartoon karakters aller tijden. Maar wij komen op het gebied van cartoon waarvan je vast en zeker zit van oké, is dit nou serieus op de televisie terechtgekomen? En ik kan je nou wel vertellen, ja, dit is serieus op de televisie terechtgekomen. Ren en Stimpy is ooit eens een keertje als een kinderprogramma gestopt en is op een gegeven moment weer doorgegaan. Als wat vraag je je af? Als de Ren en Stimpy Adult Party Cartoon. Ja, ik maak geen grappen. Oftewel, de Ren en Stimpy. Volwassen feestelijke cartoon. Of het feestelijke volwassen cartoon of zo. Iets in die richting. Dit is een van de meest slechte concepten ooit. Niet alleen de naam van de show is slecht en heel lang. Maar ook nog eens even het hele idee. Ze hebben Ren en Stimpy veranderd in een volwassene tekenfilm. Een concept dat al vanaf begin af aan niet werkt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat deze show zo slecht is opgezet. Ik heb er een paar afleveringen van gezien en ik denk al gelijk zo van, what the fuck? Is dit serieus nou net gebeurd? Ja, het is overduidelijk net gebeurd. Ja, laat ik het gewoon eens wel eventjes hebben over een aantal specifieke afleveringen van de show. Ik heb het hier over Stimpy's Pregnant en Ren Seeks Help. Dit zijn twee afleveringen van deze show die duidelijk laten zien waar deze show voor gemaakt is. Voor volwassenen. En zelfs volwassenen vonden deze serie kut. En ik zou ook gewoon gelijk wel even uitleggen waarom. Deze karakters zijn zo slecht in elkaar gezet. Maar niet eens alleen de karakters. Het verhaal, de animatie is nog redelijk goed, maar het verhaal van de show is niet om aan te zien en om aan te horen. Het is zo van, waar zijn ze aan geweest? Hebben ze drugs in gehad of zo? Daar lijkt het namelijk wel een beetje op. Nee, kennelijk was dit dus bewust gedaan. Maar er is één ding wat ik vind aan deze show. Slecht. Zo slecht dat het niet eens thuis hoort op de nationale en internationale televisie. Er zijn een aantal dingetjes die acceptabel zijn op televisie. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit acceptabel is geweest. Laten we het gewoon eens wel eventjes voor de lol hebben over deze paar afleveringen. Ik begin gewoon nu eventjes voor de gein met Stimpy's Pregnant. Stimpy's Pregnant is een en al zo van, yo, laten we wel eventjes deze show zo goor mogelijk maken. En dat is ook nog eens hartstikke goed gelukt. De show is zo goor dat het, dat er een heleboel mensen gewoon hebben zitten kotsen na het kijken van deze aflevering. Het is een en al, Stimpy is zwanger en ze moeten een baby klaarmaken. Ja, dat is letterlijk de aflevering. En het is niet eens grappig. Het is gewoon slecht in elkaar gezet. In de tussentijd, als ze naar het ziekenhuis gaan, dan gaan ze eventjes hulp vragen aan de politie. Dan gaan ze wel even wat mensen doodschieten. Want als we mensen doodmaken, kunnen we ook weer nieuw leven scheppen. Oké. Hele slechte grap. En ook nog eens eventjes een van die vele grappen die je vooral niet moet maken.
dan komen ze uiteindelijk bij het ziekenhuis en dan blijkt dat het één grote drol is. What the fuck? Oké, is er nog meer om te laten zien? Ja. Dan scheidt Stimpy uiteindelijk die drol eruit. En dan maakt de dokter van Stimpy's scheid een baby. Een levende baby. Oké. Dat is het? Ja, dat is het. En het allerslechtste is nog... dit is echt op de televisie uitgezonden. Waar hebben de bedenkers van deze aflevering aan gezeten? Het moet wel de cocaïne zijn, of wel, of niet soms. Ze hebben echt aan drugs gezeten terwijl ze deze aflevering maakten. Het kan gewoon niet anders. Oké. Op naar de volgende. En dat is... iets wat bekend staat als de slechtste animatie ooit. Je hebt het waarschijnlijk wel eens ergens op YouTube gezien. En als je dat niet hebt gezien, dan heb je geluk gehad tot vandaag. Deze aflevering, Ren Seeks Help, is zo slecht. Zo naar om naar te kijken. Dat het nog niet eens het waard is om erover te praten. Er is al zoveel over gezegd over deze aflevering. Waarom heb ik het er nog over? We hebben het al zo vaak gezien. Er zijn zoveel mensen die deze aflevering hebben gereviewd. Er zijn een aantal mensen die deze afleveringen full length hebben besproken en ook hebben laten zien. Ik laat daarom even een linkje in de beschrijving achter naar Mysterious Mr. Enter. Die deze aflevering naar mijn mening het allerbeste heeft gereviewd. En... ook beter als dat hij het heeft gereviewd, kan ik het waarschijnlijk niet. Dus check wel even de beschrijving voor Mysterious Mr. Enter. En ga dan vooral eventjes naar zijn video kijken van Ren Seeks Help. In ieder geval, dit was het dan voor deze video. Als je nog meer van dit soort leuke verhalen wilt zien en horen. Dan raad ik aan om even dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later mensen!